Welkom op de Universiteit van Curaçao, Dr. Moisés da Costa Gomes, beter bekend als UOC. De Universiteit van Curaçao, UOC, werd opgericht op 12 januari 1979. Voorheen heette de UOC de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Bij landsbesluit van 1 november 2013 werd de naam van de universiteit gewijzigd in Universiteit van Curaçao, Dr. Moisés da Costa Gomes. Momenteel heeft de UOC 5 faculteiten. De faculteit der rechtsgeleerdheid, die de opleidingen Bachelor en Master Recht, Bachelor Fiscaal Recht, Pre-Master Fiscaal Recht en Master Fiscaal Recht aanbiedt. De faculteit der technische wetenschappen, die de bacheloropleidingen Bouwkunde, Civiele Techniek, Industriële Technologie, Elektrotechniek en Informatie- en Communicatietechnologie aanbiedt. De faculteit der sociale en economische wetenschappen, die de bacheloropleidingen Accountancy en Controlling, Business Management Studies met afstudeerrichtingen International Business Management en Marketing Management, Human Resource Management, Finance en Control en International Hospitality and Tourism Management aanbiedt. De algemene faculteit, die op bachelor- en masterniveau de lerarenopleiding Papiamento, Nederlands, Engels en Spaans en de lerarenopleiding Funderend Onderwijs aanbiedt. De faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen biedt de bacheloropleiding in Social Work en Toegepaste Psychologie aan. De oudste faculteit is de faculteit der Rechtsgeleerdheid. Op de UOC studeren ongeveer 1200 studenten verdeeld over de 5 faculteiten en met verschillende nationaliteiten. Op het terrein van de UOC bevinden zich ook de verschillende ondersteunende en stafdiensten. Bij de Mensa kunnen studenten en medewerkers hun maaltijd nuttigen. Studenten kunnen ervoor kiezen om op het terrein van de UOC te gaan wonen en verblijven dan op de campus van de UOC. Aangezien de Universiteit van Curaçao Dr. Moisés da Costa Gomes zich in het Caribisch gebied bevindt, is er gezorgd voor werkplekken buiten en ook binnen voor de studenten. Het terrein van de UOC wordt onderhouden door de afdeling Facility Services. Library and Research Services beschikt over een uitgebreide collectie in de bibliotheek, zowel als in de online catalogus. Student Affairs is het eerste contactpunt van de studenten. Zij zorgen voor de inschrijving, cijferregistratie, student counseling en veel meer. De colleges worden gevolgd in de verschillende lokalen verdeeld over het terrein. Er is een contrast te zien tussen het nieuwbouw van de UOC en het originele gebouw. Grote groepen worden in de aula opgevangen. ICT Services draagt zorg voor de internetverbinding op het terrein en het beheer van computerlokalen en de app voor de studenten. Het Department of Quality Assurance is belast met de kwaliteitszorg van de UOC, dus zo ook het accreditatieproces. Het Center for Digital Learning zorgt voor de programma's zoals Blackboard Collaborate, zodat de studenten online les kunnen volgen. Finance verzorgt de financiële administratie van de UOC en bij de Repro kunnen studenten en medewerkers terecht om hun studiebenodigdheden en UOC merchandise aan te schaffen, betalingen te verrichten en te printen. Het Human Resource Department is belast met de werving en selectie van het personeel van de UOC en het optimaal inzetten van het personeel van de UOC. University of Curaçao, Dr. Moisés da Costa Gomes, Building Local Strength for Global Future.